is een verhaal van twee geschiedenissen. Een verhaal van een wit paard, appeltjes van oranje, pepernoten, taai-taai, Sinterklaas, Zwarte Piet en Zwarte Pieten. Moorkoppen en negerzoenen, Tamara Vreeman en Vincent Vermeer. Het is een heel oud en lang verhaal dat zoveel verrassingen en wendingen heeft dat niemand meer weet wat nog waar is. Waar je naar grijpt en het eerste wat je ziet, als je je ogen opent, kijken naar je moeder. En je moeder is zwart. Zwart zijn is zo'n essentieel deel van je wezen. Je gaat, dus toen ik eenmaal begon te schilderen, is het nogal logisch dat je je eigen omgeving schildert. Je eigen vrienden, je eigen moeder, je eigen natuur. De dingen die in je omgeving zijn. Dus logisch net wat ik al zei, dat zwart zijn, de zwarte wereld, de derde wereld, binnen het grote mens zijn. Amsterdam Centraal Station. Na zijn aankomst in het Centraal Station werd de Sint op originele wijze naar de centrale expeditieafdeling gereden, waar elke week op donderdag onder hoogspanning wordt gewerkt om de honderden blikken met film op tijd naar de bioscopen te verzenden. Ik heb gehoord dat u degene bent die hier in Amsterdam met al zijn medewerkers organiseert dat al die films elke week weer gaan. Nicolaus, zo heet Sinterklaas eigenlijk, werd geboren in het jaar 72 in Patara. Patara lag in die tijd in het Griekse gedeelte van het Romeinse Rijk. Tegenwoordig is dat Turkije. Wordt Nicolaas bisschop van Myra en overal verricht hij wonderen. Zo maakte hij drie keer
dood hield mensen in moeilijkheden waren. Na zijn dood leefde hij in de gedachten van iedereen voort als een echte onheilige man. En op dat moment begint de verhaal van legende en mythen, een sprookje bijna. In 1034 verloren de Mohammedanen Ira en de hele christelijke wereld maakt zich zorgen om het graf van Nicolaas. Koning uit Bari in Zuid-Italië besloten in 1087 naar Ira te gaan. Braken daar met geweld het graf van Nicolaas open en het vertrokken naar uw woonplaats met het geweten van de bisschop. Over zijn graf een prachtige kerk die het middelpunt werd van de Nicolaasviering in de Rooms-Katholieke Kerk. Paus II besloot om en op 9 mei, de dag van de Bedevaring, en op 6 december, de dag van Nicolaas overleed, het feest van Sint-Nicolaas van Myra kerkelijk te doen vieren. Es muy cansado el viaje. Díganos, San Nicolás. Díganos, ¿trae muchos regalos? Ya. Maar ik moet nou op het paard. Revestido de obispo a subir en su blanco caballo. Ha subido ya en el caballo. Y va a recorrer las calles de la ciudad de Ámsterdam. Seguido de un...
Ik doe het niet. Wat? Ik begrijp je niet. Ik ga niet op visite. Voel je niet lekker? Zal ik koffie voor je halen op het Centraal Station? Maar ik ben niet ziek. Ik hoef geen koffie. Ik zeg alleen dat ik niet meer wil in die poppenkast. Hoezo poppenkast? Mijn ouders zijn hartstikke leuke mensen. Ja, daar gaat het niet om, dat weet je. Maar het gedoe met Sinterklaas en Zwarte Piet, dat vind ik belachelijk. Trouwens ook racistisch. Maar dan moeten we speciaal vanavond naar je ouders. Ik heb geen zin in allerlei flauwe opmerkingen. Ach, dan hoef je er allemaal helemaal niks van aan te trekken. Ah, ik kan niet net doen alsof mijn neus bloedt. Gisteren zei ik toch ook al dat ik niet wilde. Wat was dat nou voor morgenavond? We hadden toch afgesproken om Sinterklaas te gaan vieren bij mijn ouders? Maar ik heb toch nooit definitief ja gezegd? We kunnen ook best een andere keer gaan. Ach, we hebben het nou al afgesproken. Ze willen je graag leren kennen. Mijn broer komt met zijn vrouw en kinderen en mijn zus komt met een verkeer. Je weet hoe het gaat. Ja, maar ik wil liever niet. Ik ga liever naar Robert, die is jarig en geeft een verjaardagsfeest. Nou, als je ook meegaat, dan kunnen we toch met oud en nieuw naar je ouders? Ja, ik weet wel dat je bedenkingen hebt tegen Sinterklaas, maar ze verwachten ons. Ik heb in de krant gelezen dat u 1680 jaar oud vandaag zult worden. Dat is niet mis, maar u blijft dezelfde. U blijft de energieke Sinterklaas die we straks in het maanlicht met uw paard over de daken van Amsterdam zien rijden. Maar ook Amsterdam is zichzelf gebleven. Dat zult u bij uw tocht door de stad wel merken. Je kon echt zien dat de Sint in een jaar niet op het paard had gezeten. Misschien was de trouwe schimmel ook wel verrast door de enorme belangstelling die zijn meester hier in Amsterdam ontmoette. Te midden van het schrille geschreeuw om Piet vroegen we een aantal langs de kantstaanders wat ze van Sint op zijn verjaardag verwachten. Ik heb een blokfluit gevraagd. Doodjes. Goocheldoos. We gaan poppenkast hebben. Bochetkropen, noem maar wat. Niks. Een schaatsen en van alles. Ja, die boot. Een paardstap. 2 Jan van Heidenstraat, 37, 3 hoog. Niks. Nieuwe fiets. Ja, de oude is rot. Niks. Ik heb gehoord dat Amsterdam hartklachten heeft. En dat de patiënt Amsterdam binnenkort heel zorgvuldig door een medisch team bestaan bij Amsterdammers. Maar hoe zit het nou eigenlijk? Ga je morgen nog mee naar de hoop, hè? Nee. Morgen 8 uur Sinterklaas, bij mijn ouders. Ja, jij hebt met je ouders afgesproken, niet ik. Gaan jullie Sinterklaas vieren? Precies, alles is al geregeld en zij gaat mee. Ja, maar ik wil niet. Houd hem op. Ja, en alle mannen die vieren alweer Sinterklaas bij de familie. Okay. En dan rijden we naar de Haag, die zit alweer basis vol. Ik weet er alles van. Ik weet er alles van. De vriend van mijn moeder heeft dus ook gevraagd of wij naar Venlo komen. Ik begin niet aan die Sinterklaas bedoeling. Kijk wel uit. Ik hoor de kinderen al zeggen. Mam, kijk, daar heb je Zwarte Piet. Ziet er gewoon de Sinterklaas. Besef je eigenlijk wat in deze tijd die soort mensen doen? Zie je het wel? Om onder het mom van een gezellig volksfeest wekenlange racistische opmerkingen te moeten aanhoren. Nou, het is niet te geloven. Of om afgeschilderd te worden als een klam met van die dikke, zwarte, rode lippen. Ja. Nou. Ik wil u vragen wat u vindt van Sint-Nicolaas. Als u dat wil. Ik vind van Sint-Nicolaas, wat ik van het feest vind, ik vind het zo belangrijk feest voor een stad als Amsterdam. Ik vind dat Sint-Nicolaasfeest een van de feesten is die we zolang als het mogelijk is in stand moeten houden. Het is voor Amsterdam is het een dag dat je Amsterdam ziet zoals ik vind dat Amsterdam werkelijk moet zijn. Ja, maar het is zo'n instelling als Sint-Nicolaas, hè? Ik bedoel, jawel, zo'n jawel. Meester-knecht-verhouding en dat knecht als zwarte afbeelder. Ja, nou, ik zou willen zeggen, laat dat zo. Want ik vind het nou niet juist
om in deze tijd, hè, waarbij die tegenstellingen, waarbij we dat proberen op te lossen, ja, dan vind ik eigenlijk dat je nou geen bijdrage levert als je dit op gaat lossen, door te zeggen van nou, dat moet je dan niet meer doen. In Amsterdam kwam hij, zoals de traditie dat wil, per stoomboot aan. Hij begaf zich tenslotte naar het concertgebouw, waar 1600 kinderen van Nederlandse frontsoldaten een onvergetelijke middag werd bezorgd. Zwarte Piet is gewoon leuk, spannend voor de kinderen. Dat doen we toch tenminste voor? Er is er wel eens eentje bang. Wat zou dat? Wat heeft dat nou in godsnaam met racisme te maken? Jongen. Jullie overdrijven altijd zo. Biggie. Jullie dit en jullie dat. Ik krijg een punt over jou gezeur over met jullie. Ik ben in Suriname met Sinterklaas opgevoed. En mij werd geleerd om voor Zwarte Piet bang te zijn. Waarom heeft hij geen smurfen of kabouters? Of veeën of zo, ja. Want de Antillen zal die onzin al ingegoten zijn. Hè? Sint Nicolaas hoeft zich in Willemstad op Curaçao niet zo dik in het jeger te hullen als in Nederland wenselijk is. Maar plechtig is zijn aankomst bij het Fort Amsterdam toch zeker ook. Voor alle bevolkingsgroepen van het eiland is de Sint een even welkome gast geworden als hij dat in Nederland is. Al ontbreekt het aan de winterse stemming en al zijn er niet zoveel schoorstenen om pepernoten door te gooien. Bij het paleis van de gouverneur was de drukte zeer groot. Meester de Brot had heel wat kinderen uitgenodigd en hij begroette de Sint officieel. De Pieten wisten wat hen te doen stond en begonnen de gasten van de gouverneur onmiddellijk snoepgoed uit te delen. Maar één klein meisje zag heel duidelijk dat de Sint zelf niets kreeg en maakte dat goed. Toen verliet Sinterklaas het paleis om op het bordes naar de rijk geschakeerde jeugd van Willemstad te wuiven. En de kinderen wuifden natuurlijk zo hard als ze konden terug. Waarbij er heel wat zo gelukkig waren om een hand te krijgen van de echte Sinterklaas. Willemstad heeft bijzonder genoten van deze oude Nederlandse feestdag. Nou, je zou niet het feest afschaffen. Vindt u nou dat die verhouding meester-knecht, dat die op een verkeerde manier in dit gebeuren tot uiting komt? Zeker. Weet u ook dat Nederland het enige land is dat Sint-Nicolaas viert en waar Sint-Nicolaas een zwarte knecht heeft? Wist u dat? Ja, dat wist ik niet. Ik moet u zeggen dat ik het, onze zwarte medebroeders zijn mij zeer lief. Maar ik vind dat je dit gebeuren om die reden toch niet af moet schaffen. Ik denk dat je toch dan een hoop vreugde aan een aantal kinderen ontneemt. Ja, maar kijk, Zwarte Pieten, dat zijn gewoon Hollandse jongens. Dat zijn Hollandse jongens die, omdat ze door de schoorsteen moeten klimmen, donker worden. Dat is gewoon vuil voor de schoorsteen. Maar waarom is de Zwarte Piet nou zo zwart? Weet je dat ook waarom? Niet omdat hij in de schoorsteen staat. Ja? Sint-Nicolaas doet telken jaren een beroep op jonge Amsterdammertjes om hem bij zijn intocht in de hoofdstad een beetje te helpen. Dit jaar heeft hij een deel van de naar hem genoemde banketbakkersschool laten ontruimen, opdat de strooiers van suikergoed en marsepein zo comfortabel en zo snel mogelijk de metamorfose konden ondergaan van Amsterdamse Jan tot Spaanse Piet. Waarom zijn jullie allemaal zo bruin? Ja, hoe dat hier komen? Ga door de schoorsteen heen. Ja, we komen uit Spanje en liggen de hele dag in de zon. Daar word je heel bruin van. Ja. Maar waar kwamen die Zwarte Pieten nou vandaan? Ja, dat waren ze slaven, maar ja, nou niet meer. En waarom ze slaven? Ja, en toen in het begin van de 19e eeuw werden de kindertjes bang gemaakt en ze stout waren. Ja? Moesten ze in de zak mee. Ja? Dat kun je ook wel op een beetje zien van het begin deze eeuw. Maar nou is het ook alweer op de televisie geweest. De kinderen helemaal niet bang voor Zwarte Pieten te zijn, maar het hoort er nou gewoon eenmaal bij. Met vrij grote zekerheid
kan hij mij aannemen dat een Griek of een Turk of een Italiaan, Nicolaas, nooit in Spanje is geweest. Of in Spanje, dat verre exotische en zo machtige koninkrijk. Waar de laaglanden in de 16e eeuw deel van uitmaakten. Spanje, het land waaruit zeelieden en koopvaarders vredeschatten, wijnen, kostbaarheden en lekkerijen naar Nederland brachten. En Zwarte Piet, Zwarte Piet. Pieterman, Pietje Bek, zo noemde het volk de duivel, zeggen de geleerden. De duivel die altijd in keten gegroeid wordt, afgebeeld. Zo ontstond het volksgeloof dat de heilige Nicolaas op de 6 december de feestdag duivel in keten slaat en geboeid met hem meevoert. En nu moet de zwarte duivel, zwart van de roet van de hel, Sinterklaas dienen. Geschenkt door de schors te laten glijden, en stoute kinderen dreigen met de roe. Nee, zeggen andere geleerden, Zwarte Piet is een moor. Want Sinterklaas komt uit Spanje, maar hebben de moren niets. Even lang over Spanje geheerst. Oké, hoe vindt u dat om over de 60 zwarte pieten te hebben? Die we begeleiden op deze intocht in Amsterdam. Oh, dat vind ik ontzettend fijn, want er is erg veel te doen. Ja, maar had u niet liever blanke knechten gehad? Nee, het zijn blanke jongens. Ze zijn alleen zwart geworden doordat ze door de schoorsteen naar beneden zijn gezakt. En door die schoorsteen zijn ze zwart geworden? Ze zijn dus vies geworden, ja, zou je kunnen zeggen. Maar zou u ze niet eens opgepoetst hebben of zou u ze niet schoongemaakt hebben of schoongewassen hebben voordat nee, u hier kwam? Nee, dat hoort er gewoon want bij. Ze moeten nog zo al die weken werken. Ja, dat dus hoort er gewoon bij. Toch naar binnen okay. Je moet naar binnen horen. Ja, ja. Of komt die zwarte piet heel misschien voort uit het brein van de belangrijke deskundigen in godsdienstzaken die zich heel lang hebben uitgesloofd om te bewijzen dat het instituut van de slavernij een door God gewilde instelling was? Dat het ongetwijfeld de bedoeling der voorzienigheid is dat het Afrikaanse volk dienstbaar zal zijn en in ontwerping gehouden wordt. Slavernij en slavenhandel waren de grondslagen van de rijkdom en de wilde van de 7 provinciën. Ontstond toen het stereotype Zwarte Piet als knecht van God Heilige Man. I spend it all my time on you. You give me only shit. Wasting it all my time on you. Oh, so shit. But you know I love you. You know I do anything for you. But you treat me like a boy. Ja, ja, in godsnaam dan maar.
walking like a chicken. You're screaming like a horse. But you know I have my spear that defines me against the wall. I spend it all my time on. But you know I love you, you know I do anything for you, but you treat me like a boy. Suriname, ik denk, Suriname achtervolgt ieder Suriname, waar die ook is. En in geval die zanger is of muzikus is, zoals Snijders, ne, die drukt Suriname uit in muziek, in tonen. In geval die dus niet zoveel talent heeft in die richting of op kunstzinnig gebied, zal hij erover praten met zijn familie of met zijn vrienden of in een café dus op straat. Hij zal erover discussiëren, zal hem bezighouden. En als je schilder bent, zoals ik, dan schilder je dat. Ik bedoel, het houdt ons allemaal bezig. Of wel een beetje van ons dierbaar land eigenlijk. Kijk, toen ik in Suriname kom, net wat je al zei, ben je, met het Engels woord gezegd, gebrainwashed door die Tilburgse vaders. Die, net wat die meneer ook zei, van dat ze met een koloniale politiek probeerden je helemaal plat te walsen eigenlijk met Europa. Dat was het beste, de mensheid, het menselijk ideaal was het West-Europees ideaal. De theorieën die ontwikkeld waren over de hele wereld waren westers en die moest je maar slikken. Waarbij je dus, in geval je dat geloofde, uiteraard op een tweede plaats geslingerd werd. Je werd toch in een soort minderwaardige positie gesteld, zelfs niet blank en niet Europeaan. Op dat moment
kan je ogen open en dan sta je sterk van achterover van dat je misschien al die tijd geslapen hebt. Daar hebben we het weer. Ach, Sinterklaas is gewoon leuk. Spannend. Voor de kinderen. Dat doen we toch voor? Mijn moeder heeft vast al van alles in huis gehaald. Taai-taai, speculaas, noorkoppen, negerzoenen. Het zou toch zonde zijn dat mevrouw Hoeter het eten ging gooien? Daar wordt aan de deur geklopt, zachtelijk, klopt hartelijk. Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou het zijn? Ik ga niet mee. Het spijt me voor je familie. Ik kan me best voorstellen dat ze niet leuk zullen vinden. Maar ik zal me nog lulliger voelen als ik aan mijn mensen moet vertellen dat ik Sinterklaas gevierd heb. Jezus, wat bouw je een toer. Dat moet ik straks thuis zeggen. Als ik alleen kom, dan sla ik een figuur. Ja, dat zal best. Maar je ouders zullen geen begrip kunnen opbrengen van mijn standpunt. Jij trouwens ook niet. Meneer is wel solidair met alles wat maar naar onderdrukking en de zogenaamde derde wereld rijdt. Alvast stort je geld voor. Zie mafie, gasten op tafel, noem maar op. Zolang het maar ver van je bed is. Weet je ouders eigenlijk al dat ik uit Suriname kom? En dat ik zwart ben? Nee. Hoe denk je dat ze zullen reageren? Nou, hoe moet ik dat dan weten? Ik vond het niet nodig dat te vertellen. Wat doe je nou raar? Ik weet al dat je betekeningen hebt tegen Sinterklaas. Maar waarom moet je mijn familie overal de schuld van geven? Dat is niet eerlijk. Trouwens, jij hebt vroeger ook Sinterklaas gevierd. Ja, maar de Tamara die ik nu ben, viert geen Sinterklaas meer. Verzin maar wat, zeg maar dat je ouders naar mijn ouders bent voor mijn part. Of durf ze gewoon de waarheid te zeggen. Maak maar een afspraak voor oud en nieuw, maar ga nu terug. Als jij nu teruggaat, hoef je niet meer terug te komen. Ik heb genoeg van het radicale gedoe. Nou, dan bekijk het zelf dan maar. De massa, hè? Brothers and sisters, welcome in Fort Bugo. Today we remember the rebel who schooled us the new direction. Before, we were misled through political philosophies scored by miscultural people. The rules we have to handle were stamped into our brains through one of the legends of this century. First movement of the people. Today, we start with the first step of the revolution. Time to talk was the last stop. We go in the name of the spirit's will to clean the place for the exodus of the Suriname people. Nothing can stop us, because our experience is the passport to plant our new direction for the youth, for them to survive in the name of the nature. People, get ready to go now. Children, get ready. This is the time to be conscious now. Mothers, get ready, stand up and fight, because the time is ripe. Fathers, get ready, leaders, get ready, cut the colonial. Power struggle, the watches, they can stop, castles, they can build, systems to rob from the poor, making their deserts from the nature to build their expensive flats. But they can't stop the time. They can't stop the wind blowing, because those are the things human hands can touch. We people, we living in a world created by Yahweh. He put it in our hands to live together and help each other. But which side are they choosing now? The wrong side.
the bad side, the evil. Only to control their properties means rob the poor and fat the rich like hamburgers and hot dogs. Occasion call. Brothers and sisters, what are we looking sleepy? The gate is open now. Let's go working. Too many times we've been seeking for a majesty. People, it's time to go. Things are going much too slow. Alle reden voor het kolonialisme om voor te gaan met de praktijk om die nieuwe wereld aan haar voeten te onderwerpen. Ook als het gaat om de slavernij, de negers. Met tienduizenden werden ze ingevoerd. Ongeveer 10 miljoen zijn er in het Caribisch gebied en in Noord-Amerika ingevoerd. De neger was geen mens. In de 17e, 18e eeuw was het beeld van de gekoloniseerde, het beeld van de neger in Europa, was het beeld van een dier. Wij, ons volk, waren geen mensen, het bestond uit dieren. De slavernij heette dan ook chattel slavery, kuddeslavernij, zoals je praat over kuddevee. Zelfs toen de slavernij werd afgeschaft, waren de grootste voorstanders van de afschaffing van de slavernij, konden maar niet geloven dat de neger nog een mens was. Het idee dat de neger geen mens was, het idee dat ons volk, het idee dat de Afrikaan, dat de slaaf geen mens was, had natuurlijk een hele duidelijke functie, waar Teenstra over sprak. Het had dat functie niet alleen ons te onderdrukken, niet alleen onze menselijke waardigheid te ontkennen, maar om het beeld te scheppen alsof de slavernij een heel goed ding was. Alsof het heel goed was dat de suiker, de koffie, de cacao die wij produceerden, in Europa werd opgedronken. Dat was de bedoeling van het racisme. Het racisme is niet uitgebannen. Het leeft nog. De ideeën dat wij minderwaardig zijn, die leven nog. Als de Telegraaf schrijft, Turk verkracht vrouw. Dan denkt die Nederlander niet, die Turk, Ali Baba, verkracht die vrouw, mevrouw Jansen. Dat denkt de Nederlander niet. Die Nederlander denkt, Turken verkrachten vrouwen. 3,5 eeuw werden de 70 miljoen Afrikanen tegen hun wil naar een nieuwe wereld getransporteerd. Nog geen 60 miljoen zwarten overleefden de reis niet. Ze stierven onderweg, werden ziek overboord gezet of sprongen zelf. In Afrika stierven 30 miljoen mensen omdat zij zich verzetten tegen de slavendragers. Europa. Als ik Europa bekritiseer,
Dan bekritiseer ik niet het witte arme Europa dat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat moet ploeteren voor haar dagelijks brood. Wel bekritiseer ik het rijke witte Europa dat mijn borst dom en arm houdt. Ik bekritiseer dat Europa dat in mijn land alle economische macht toe-eigent, naar zich toe trekt en de mensen afhankelijk maakt. Als ik Europa bekritiseer, dan bekritiseer ik niet het arme Europa waarmee ik liefde heb bedreven en die mij in haar wanhoop uitschermt voor vieze vuile neger. Op mij zegt, onbeschaafde, rot op naar je land. Wel bekritiseer ik dat Europa dat mij in naam van God voorspiegelt dat ze van ons houdt, van ons moet beslissen en het beste met ons voor heeft. Ik bekritiseer het rijke witte Europa dat doet alsof zij mij niet discrimineert, opschrikt en verontwaardigd reageert wanneer zij iets over discriminatie hoort en steeds pretendeert: wij, de elite dus, discrimineren niet. Wij maken ons ongerust over het feit dat discriminatie heden ten dagen weer de kop opsteekt. Ik bekritiseer niet dat arme Europa dat in de treinen en in de toiletten schrijft: alle buitenlanders eruit zonder minderen en al die parasieten in een werkkamp zetten. Ik bekritiseer en beschuldig dat Europa dat wisseltrucs uithaalt en dat zijn arme arbeiders op een subtiele wijze discriminatie opdringt ten opzichte van de buitenlanders en het steeds heeft over de achteruitgang van de economie. Terwijl zij eeuwenlang heeft geprofiteerd van de rijkdom van de zogenaamde arme derde wereldlanden. Ik beschuldig niet dat Europa dat zegt: mama kijk, een zwarte meneer. Of uitkramend: mama kijk, Zwarte Piet. Ik bekritiseer dat Europa dat het beeld van Sinterklaas en Zwarte Piet levend houdt ten behoeve van de economie en dit symbool gebruikt om de superieur meer gecultiveerde gewitten voor te stellen. Die kan beschikken over zijn minder gecultiveerde zwarte dienaar die dom en een boeman is. Ik bekritiseer dat Europa dat ik nog steeds handhaaf. Ik bekritiseer niet dat Europa dat van mij eist dat ik iedere maand sociale lasten moet betalen. Ik bekritiseer wel dat Europa dat in mijn land weigert om belasting te betalen, terwijl zij miljarden tonnen verdienen en daardoor mijn land aan de rand van faillissement brengt, omkooppraktijk gebruikt om mijn land te benadelen en de moed heeft om te zeggen dat zij belasting willen betalen wanneer het hen uitkomt. Dit Europa bekritiseer ik uit de grond van mijn hart, vanuit het diepste van mijn wezen, manifesteert zich in mij de motivatie om dit Europa ten alle tijden te bestrijden, waar dan ook. Het andere Europa, het witte, arme, zwoegende Europa, geef ik de correcte informatie en liefde, terwijl ik het witte Europa bekritiseer en steeds blijf bekritiseren, want die is onmenselijk, leugenachtig, want zich superieur, schept om zich heen een wereld van materiële en geestelijke ellende, pretendeert dat de eerste wereld te zijn, schept een tweede wereld, een derde wereld en heeft nu nog de moed om een vierde wereld eraan toe te voegen. Wel, daar Europa bekritiseer ik, die moet geen kans krijgen om te onderdrukken.
is een verhaal van twee geschiedenissen. Een verhaal van een wit paard, appeltjes van oranje, pepernoten, taai-taai, Sinterklaas, Zwarte Piet en Zwarte Pieten, Moorkoppen en Negerzoenen, Tamara Vreeman en Vincent Vermeer. Het is een heel oud en lang verhaal, dat zoveel verrassingen en wendingen heeft, dat niemand meer weet wat nog waar is. Het is een verhaal boordevol christelijke, legendarische, psychologische en folkloristische elementen. En bedroevend weinig historische.